Ja, goedemiddag allemaal. Anne hier en ook de kijkers via het internet, ook allemaal hartelijk welkom bij deze prediking. Ja, God heeft mij van de week echt bekendgemaakt dat ik het over zijn goedheid moet hebben. Ik ben daarin ook 3 keer bevestigd. En dus vandaar dat ik het over de goedheid van God ga doen. En die bevestiging is eigenlijk dat 3 keer in mijn gedachten, dan was het weer weg en dan kwam het weer terug. En iedere keer die goedheid van God. Ik zeg, oké, Heer, ik ga het over de goedheid van God hebben. Nou, dat is ook hartstikke mooi eigenlijk, want God is eigenlijk alleen maar goed. En ja, wat betekent eigenlijk deze goedheid nou? De goedheid, deze goedheid is een van de eigenschappen van God. Maar ook een beschrijving van zijn hele wezen. Psalm 34 vers 9 zegt, proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Ja, mensen kunnen goede eigenschappen hebben of goede daden verrichten. Maar eigenlijk zit goedheid niet in ons karakter. Onze goedheid komt van God. Ja, wat bereikt die goedheid nou eigenlijk? De goedheid van God blijkt duidelijk uit alles wat hij geschapen en gedaan heeft. Genesis 1 vers 31 zegt, God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Wij kunnen zijn goedheid niet verdienen. Wij zijn zijn goedheid niet waard. Door genade ontvangen wij zijn goedheid, ongeacht wie wij zijn of in het leven staan. En ondanks het feit dat wij zijn goedheid niet waardig zijn. Even een paar puntjes. Het volmaakte voorbeeld van goedheid is wanneer we God kennen en leren over zijn goedheid, dan kunnen we ware goedheid gaan herkennen en ernaar streven om goede dingen te doen. De verzekering dat Gods bestemming voor ons goed is, is zoals ouders het beste voor hun kinderen willen, zo wil onze hemelse Vader ook alleen het beste voor ons. Zekerheid en bemoediging. Wij kunnen vertrouwen op de onveranderlijke goedheid van God. Nou, God, mooi dat God onveranderlijk is. Ja, dat is toch wel, ja, stel je voor, het was andersom, dat was niet best. Tot God getrokken worden. Het doel van Gods goedheid is ons naar hem toe te trekken, zodat wij van zijn goedheid kunnen genieten. God is goed. Dat is zijn grootste kenmerk. Amen. Hij is door en door goed. Niets aan God is negatief, somber of duister. Hij is pure liefde, goedheid en trouw. Het feit dat God goed is, is de hoop voor de mensheid. Ja, en ik heb vandaag ook een paar getuigenissen en ik begin er nu met de eerste. Dat is een getuigenis over mijn vrijwilligerswerk. Mijn doel was eigenlijk altijd, ik heb altijd als verpleegkundige in het ziekenhuis willen werken. Dat is altijd al het doel geweest voor mij, eigenlijk al vanaf mijn 14e jaar ook in de zorg. Zat ik meer dementerende ouderen op het oog. En vanaf mijn 24e heb ik echt ziekenhuis, vind ik dat heel leuk, werken met zieke mensen. Maar ja goed, ik heb natuurlijk ook een hele hoop meegemaakt in mijn leven. En dat ging allemaal niet zo. Maar uiteindelijk ben ik dus met mijn eerste dagdeel in het ziekenhuis begonnen. Dat doe ik nu al vanaf 2019. En dat gaat goed. Dat is op de vrijdagmiddag van 12 tot 4. Nou, ook maar afwachten hoe gaat het. Maar het blijkt goed te gaan. En dan krijg ik per 7 juli krijg ik een tweede dagdeel erbij. Op de woensdag, ook van 12 tot 4. En ik ga nog, dat heet in Zwolle, heet dat Doc 24. Ik zal voor de mensen wel uitleggen wat het is. Dat is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En voor mensen, ja, zeg maar, toch met een psychische achtergrond. Zeg maar. En die mensen die kunnen niet zelfstandig, zeg maar, aan het werk komen. Vaste baan krijgen, een betaalbaan.
krijg je een jobcoach en dan word je helemaal begeleid. En dat vind ik helemaal te gek, daar ben ik zo blij mee. Als dat er niet was, dan was ik echt nooit zo ver gekomen. En dat is ook de goedheid die ik van God zie, dat hij, ondanks dat het stapje voor stapje is, dat het toch omhoog gaat, dat het toch beter wordt. Ja, God ziet wat je nodig hebt en verandert je zo, dat je het eigenlijk zelf bijna niet merkt. Ja, dat heb ik ook in mijn leven. Dat ik soms denk van, hè? Een jaar geleden durfde ik dat nog niet, nu wel. Hm? Daar sta ik helemaal niet bij stil, maar het gebeurt gewoon. Voorspoed, wou ik het nou over hebben. God wil dat het goed met u gaat. Overal in de Bijbel vinden we beloften over Gods voorziening voor ons. God heeft ons gezegend om er persoonlijk van te genieten, maar ook om een gullegever te kunnen zijn. God is een God van voorspoed. Als er iemand is die voorspoedig is in zijn wegen, dan is God dat wel. Amen. Als je hem leert kennen, dan zal je dat ook gaan zien. Zijn natuur is niet gierig, zuinig of armoedig. En hij faalt nooit. Amen. En ieder die de God van de Bijbel ontmoet, zal het tegenovergestelde ontdekken. God is voorspoedig op al zijn wegen en heeft geen gebrek. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld, hij schiep het universum en maakte de sterren en planeten zeer talrijk. Hij schiep de aarde en alles wat daarop is. Hij schiep dit mooier dan een mens ooit zou kunnen bedenken. Een grote invloed aan leven en natuur schoon. Hij schiep de mens en maakte die zeer talrijk. Hij maakte al de kostbaarheden, goud, zilver, edelstenen, etc. En het gedierte. En zegt, van mij is het. God is het die de mens rijkdom geeft. Hij zegt zelfs tegen Israël dat de sieraden die ze hebben, dat ze die van hem hebben gekregen. Amen. God geeft opdracht om de tabernakel te maken en later de tempel. In de Bijbel staan bladzijden vol met al die rijkdommen die daarvoor moesten worden gebruikt. Alleen het beste voldoet. Hij geeft zijn volk geboden om verplicht feest te vieren, om te eten en te drinken wat ze maar willen. Er zijn in de Bijbel meer beloften van voorspoed dan beloften van welk ander voorwerp dan ook, of onderwerp dan ook. God is niet zuinig, gierig, met zijn reddingsplan om de mens te verlossen van de zonde. Hij betaalt met het kostbaarste dat hij heeft. Hij betaalt met de dood van zijn enig geboren zoon. Ja, wat ik al zei, rijkdom komt van God. Dat staat in Spreuken 10, vers 22. De zegen des Heeren, die maakt rijk. En zwoegen voegt er niets aan toe. De volgende getuigenis gaat over mijn buikwandcorrectie. Ik had een heel lelijk litteken op mijn buik zitten. En eigenlijk van mijn navel tot daar beneden, zeg maar. En dat was gewoon ingedeukt. Het zag ontzettend lelijk uit. En ik wou dat eigenlijk wel anders hebben, maar ja, dan moet je een buikwandcorrectie ondergaan. En een buikwandcorrectie is normaal gesproken rond de 5000 euro, die je zelf moet betalen, omdat het cosmetisch is. Dus, ik ga naar de Isala toe. En zij zeggen daarvan, vrouwen kunnen wel een littekencorrectie doen. Dan wordt het litteken weer mooi, maar dan staat uw buik alsnog zo bol als net of een bal op je buik hebt, is ook niet mooi, toch? Dus eigenlijk het meeste waar je gebaat mee zal zijn, zal met een buikwandcorrectie. Maar ze die moeten zelf betalen, dat het vergoedverzekering niet. En ook in de verzekering overal stond, het wordt niet vergoed, moet het zelf betalen.
Maar ja, wij hebben een God van wonderen en een God die rijk is. Amen. En op een avond zat ik thuis. En niet om te pochen of wat dan ook. Maar ik zat thuis en ik kreeg in mijn gedachten, het komt goed. Toen dacht ik. Maar het was zo'n liefdevolle, zachte stem. Dat ik dacht, ja, dit moet van God zijn. En ik word er gewoon emotioneel van. Want dat is gewoon ontzettend bijzonder wat je dan ook meemaakt. En dan later dan hoor je weer negatieve dingen. En dan denk je, ja, heeft God eigenlijk wel gesproken? Zal het wel zo zijn? Ja, maar ik wist zeker, het was de stem van God. Ik heb dat heel duidelijk gehoord. Dus daar is geen twijfel aan mogelijk. Maar ja, je bent ook mens natuurlijk. Dus je gaat ook wel eens twijfelen. Toen kwam ik op een gegeven moment bij de Bergman Kliniek. En die zeiden van, nou, ik zal het aanvragen bij de verzekering. Nou, toen kwam op een gegeven moment dus dat het vergoed werd. En toen zei ze van, geen hè, dat het vergoed werd. Ik zeg, ja. Ik zeg, ja, maar een littekencorrectie staat erop. Ja, ze zegt, maar het is dus, we gaan het litteken corrigeren, maar door middel dus van een buikwandcorrectie. Zo, oh. Ik zeg, ja, nou, ja, nou, ik wist eigenlijk niet waar ik, ik begon al te stotteren en ik wist niet meer waar ik moest kijken. Ik had zoiets, wauw. Ik zei ja. Toen zeiden mensen ja, en heb je dan wel dit en heb je wel dat en moet je dan niet iets tekenen dat je zeker weet dat je niet voor grote geldbedragen komt te staan? Ik zei nee. Nou, Bergman heeft me er helemaal goed door geholpen en God heeft mij die operatie gegeven en ik ben er heel erg blij mee. Maar kijk, een van mijn familieleden die zei nog ja. Ik heb iemand in de familie die gelooft totaal niet. Die heeft eigenlijk een beetje argwaan naar God. En die een beetje spottend ook. En die zei, ik ga geen namen noemen of wat dan ook, maar een van mijn familieleden. En die zei dus van, ja, maar als God nou... God heeft toch geen zak met geld in de hemel, dat hij die naar beneden gooit of zo? Je hebt toch geen geldboompje in je tuin groeien of zo? Ik zei, nee, ik zei, zeker niet. Ik zeg maar, let maar op. God is mijn voorziener. Let maar op. En ik ben een getuigenis voor haar geweest en ze gelooft nog steeds niet. Maar ja, oké. Het is in ieder geval, ze heeft gezien dat God rijk is. Ja, dan wil ik een paar eigenschappen van God opnoemen. God is rijk. God is geduldig. God stelt nooit teleur. God beschermt jou. God zegent jou. God is jouw geneesheer. Amen. God is jouw voorziener. God helpt en zorgt voor ons. Amen. God is dezelfde, hij verandert nooit. En God houdt van ons zoals we zijn. Vertrouw het verleden toe aan Gods genade. Het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid. Ja, en het heel belangrijk is natuurlijk aan de goede dingen denken in het leven. Kijk, de mens is geneigd om te denken aan de nare dingen in het leven. Maar het is een goede manier van leven om elke dag te denken aan de positieve dingen in je leven. Zo ontwikkel je een goede houding. We hebben altijd reden om dankbaar te zijn. De mens heeft de neiging te denken aan de negatieve dingen die wij beter kunnen vergeten. Bijvoorbeeld onze teleurstellingen, onze pijnen, ons verdriet, ons falen, onze fouten, onze slechte tijden. En de positieve dingen, waaraan we juist wel zouden moeten denken, vergeten we heel vaak. Onze overwinningen, onze successen, onze doorbraken en onze goede tijden. Ja, het is een goede manier van leven om elke dag de daden van God te herinneren. Denk elke dag aan de wonderen die God vroeger in jouw leven heeft gedaan. Amen. En op die manier behoud je het geloof en bemoedig je ook jezelf. Je ontwikkelt een goede houding, een houding van geloof en een houding van dankbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat God een weg baande. Waar geen weg was.
Denk aan het moment dat je eenzaam was en God bracht iemand in jouw leven. Denk aan het moment dat je ziek was en God genas je. Denk aan het moment dat je door een moeilijke tijd ging en God hielp je er doorheen. Ja, misschien heb je een financiële meevaller gekregen. Dit is geen toeval of geluk. Wij vergeten vaak dat God de gever is van alle goede dingen. Ja, het is warm hier. Het is echt heel erg warm. Ik kan het niet zo goed tegen, maar daarom ga ik ook even mijn servetje. Want, ach ja. Ja. Precies, ik heb bijvoorbeeld een heel mooi bedrag teruggekregen van de Belastingdienst. En ik ga even geen bedrag noemen, maar het was een fors bedrag. En ja, dan. Ik stop echt te kijken van, hè? Van, maar ja, vroeger in mijn leven is mij heel veel aangedaan. Heel veel, ik ben opgelicht, er is fraude gepleegd. Ik ben schuldig gezet daardoor, door mensen waar ik niks aan kon doen, waar ik gewoon ingeluisterd ben eigenlijk. Nou, en ja, wat de duivel van je afgepikt hebt, dat geeft God weer aan je terug. En ja, ik wist het ook niet hoor, het kwam in één keer op mijn pad en nou, ik was echt, denk ja, dat is God. En sommige mensen waren misschien zelfs een beetje jaloers, een beetje van, nou ja, weet je. Van, nou, dan gaan we onze belastingcenten. Dan denk ik, ja, maar ja. Ja, ach ja. Als er iets goeds in jouw leven gebeurt, dan is dat het werk van God. Hij zorgt ervoor dat je precies op de juiste tijd, op de juiste plaats bent, zodat je de juiste persoon ontmoet. Maar waarom staat God bijvoorbeeld toe dat er slechte dingen gebeuren in de levens van goede mensen? Bijvoorbeeld Job. God stond Satan toe om alles wat hij maar wilde met Job te doen. Behalve hem te doden. Wat was Jobs reactie hierop? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zijn geprezen. Job. 1 vers 21. Job begreep niet waarom God deze dingen toestond. Maar hij wist wel dat God goed was. En hij bleef hem daarom vertrouwen. Dat zou eigenlijk ook onze reactie moeten zijn. God is goed. Rechtvaardig, liefdevol en genadig. Vaak overkomen ons dingen die wij gewoonweg niet begrijpen. Maar in plaats van te twijfelen aan de goedheid van God, zou onze reactie moeten bestaan uit het vertrouwen op Hem. Amen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. En dan baant Hij voor jou de weg. Spreuken 3 vers 5 en 6. Ja, dan heb ik nog twee kleine dingetjes. Kan het nog qua... Ik heb een... Ik had een ontsteking aan mijn buik. Ik niet hoe het kwam, snapte er niks van. Allemaal blaasjes en tientallen blaasjes. Want ze waren gewoon niet te tellen, echt hello. En dan kom ik met de dokter en die zegt, nou, het is geen infectie. Maar de volgende dag breidde dat uit. En de dag daarvoor was ik nog naar de dienst gegaan, dat ik ervoor laat bidden. En dat God het weg zou nemen, of dat God in ieder geval een iets liet zien wat er aan de hand was. En toen ben ik naar de dokter gegaan en antibiotica gekregen, want ik had vrij hoge koorts. En ik was ook een paar dagen echt niet lekker, ziek ervan. En toen bleek het dus een bacteriën te zijn en toen heb ik dus zalf gekregen en een antibiotica. Nou, binnen 2 dagen was hij koortsig. Dus ze had goede antibiotica gegeven. Toen kwam vanuit de kweker uit het ziekenhuis en daar werd ingezegd van dat er inderdaad een bacterie was aangetroffen. Maar dat dit een bacterie is dat aansluit op deze antibiotica. Zeg maar niet alle bacteriën sluiten aan op deze antibiotica.
Maar deze bacterie, want er zijn heel veel verschillende bacteriën, maar deze bacterie sloot dus precies aan op de antibiotica die ik gekregen had. Dus God had al gezien van tevoren wat het was. En ik dank God daarvoor dat het nu steeds beter gaat. En ja, ik heb nog een gedicht. En ik wou nog even wat zeggen. Ik heb een vijver thuis. Allemaal vissen, kooikarpers en dat soort dingen. Een steurtje. En die waren ook ziek. En de reiger was er ook bij geweest. Een van mijn vissen was aangepikt. Die had een hele wonde aan de zijkant. Nou, en ja, dus ik heb er gelijk een net over gegooid. En vissen waren allemaal, schimmel, bacteriële infectie. Gebeurt vaker in het voorjaar, dus ik ben niet de enige. Maar ze zagen er behoorlijk ziek uit. Toen heb ik die ene vis eruit genomen. Ik heb hem medicijnen gegeven. En nou, knapt al vrij snel weer op. En de vijver heb ik ook behandeld met een speciaal spul. En nou, nu zijn mijn vissen dus weer helemaal gezond. Ze zwemmen weer gezond rond. Ze zijn niet meer ziek. En ik heb er ook voor gebezigd hier, dat ook mijn vis. Ja, God kan ook de dieren aanraken. Het is niet alleen een mens of wat dan ook. Ik heb ook een hond van bijna 15 jaar oud. Wordt in oktober wordt ze 15. Ja. Daar bid ik ook voor. En soms dan zakt ze helemaal door de poten. Of soms dan heeft ze dit of heeft ze dat. En ze hoort niet meer goed en ze ziet niet meer goed. Maar ja, en dan krakt ze door die poten. En dan zeg ik van... Oh, ik zeg, Heer, zegen haar botten, zegen haar herstel. En dan zie je er toch weer een beetje opknappen. Dan denk ik, wauw, dat is God, hè. Ja. Ja, en ze is er nog. Ze wordt in oktober vrij, hopelijk 15. Dus dat is een enorme hoge leeftijd voor een labrador. Maar die hond is gewoon gezegend, werkelijk waar. Ik had een zus en die had ook een hond. En daar heb ik voor gebeden. Die hond die was ook ziek. En zij gelooft niet in God. En ik had tegen haar gezegd. Nou ja, ik heb eigenlijk niks tegen haar gezegd, want dan wordt ze boos. Dus ik ben ervoor gaan bidden. En ik heb gezegd, Heer, laat die hond niet lijden. Ik zeg, als het uw wil is, wilt u die hond dan... hoe zeg je dat? Tot u nemen. En als het niet zo is, wilt u die hond dan snel weer laten herstellen. Ja, en binnen en het moment dat ik naar het ziekenhuis ging, die 9 november, s'avonds was het er al niet meer. De dierarts erbij gehaald en daar ben ik blij om, want anders was ze lijdensweg geworden. Het was heel erg, want ze was heel erg benauwd en had heel veel pijn. En ik ben blij dat God er toch de hond zo snel mocht. Maar ja, als mijn zus dat zou vertellen, nou, die zou zoiets hebben van dat. Nou, wat heb je nou weer gedaan? Ja, zo zie je maar. Hè. God is voorziener voor allerlei, voor mens en dier. Eigenlijk alles wat leeft. En dan mijn laatste wat ik ga vertellen, dat is een gedicht. Dat is een gedicht God zorgt. Het is vaak niet te verklaren hoe God de dingen doet. Totdat je uiteindelijk zijn vaderarm ontmoet. Hij troost je en bemoedigt als alles duister lijkt. Weet wat gebeuren mag, dan zijn liefde nimmer wijkt. Hij gaat soms wonderen wegen. Dan vragen wij ons af of hij wel helpt. Dragen het kruishout dat hij gaf. Maar plots zien wij zijn armen vast om ons heen gelegd. Bemerken wij zijn aandacht. Gelijk, hij heeft voorzegd. Het is vaak niet te verklaren zoals God ons geleid, maar hij weet alle dingen, kent onze levensstrijd. Hij laat ons niet verzinken, hoe hoog de zee ook gaat, en blijft ons wat er komen een steun naartoe verlaat. Ook de mensen op het internet kunnen jullie gewoon overmoedigen dat God een goede God is. En wat je ook hebt, en ik zeg het niet om te pochen of wat dan ook, maar ik weet gewoon, ik heb het zelf ervaren. Als je het moeilijk hebt, ga gewoon naar God. En het goede komt gewoon van God. En hou dat in gedachten. Probeer dat in gedachten te houden. Blijf je de positieve dingen. En ik wens jullie verder een fijne dag.